In een dijk bij het Kapelse Veer bij Dussen is een machinegeweer gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het geweer, een Browning M1919, is nog bijna intact. Een amateurverzamelaar heeft het geweer gevonden en de vondst is uniek, maar ook illegaal, omdat graven bij het veer verboden is. Bij het veer is in de winter van 1944-1945 hard en lang gevochten. En al eerder zijn er stoffelijke resten van geallieerde en Duitse militairen gevonden. De vinder van de Browning wil anoniem blijven. Hij is bang dat de politie anders het wapen in beslag neemt.